Josje Huisman, toen de vraag kwam om deel te nemen aan Liefde voor Muziek, heb je toen getwijfeld? Toen heb ik niet getwijfeld. En zeker toen ik hoorde wie er nog meer allemaal meegingen, vond ik het echt een fantastisch aanbod. Hebben die namen jou overtuigd dan, of? Nee, eigenlijk niet. Want ik vind het format, ik heb het vorige jaren ook gekeken en het is gewoon een super fijn programma. Het is echt feel good, het is muzikaal. Het is voor mij was het echt een toffe manier om mijn muzikale ontdekkingstocht te doen eigenlijk. Hoe was dat verblijf, kinderen, eigenlijk? Leuk? Ja, het verblijf was echt fantastisch. We zaten aan de zee in een fantastische villa. We kregen lekker eten. Het was tot in de puntjes verzorgd. Iedereen had een mooie kamer, dus het was echt heel leuk. Met wie heb je het meeste tijd doorgebracht? De sfeer in de groep was sowieso eigenlijk super fijn. Iedereen kon echt goed met elkaar. Ik heb veel met Natalia gebabbeld, moet ik zeggen. Veel met Gers gelachen, maar eigenlijk met iedereen wel. Ja. Wie heeft jou eigenlijk het meest verrast, kinder? Wie heeft mij het meest verrast? Nou, ze hebben stuk voor stuk op hun eigen manier mij verrast. In hun eigen stijl. Elke keer was ik weer zo van, wow, wat gebeurt hier? En ik vind het moeilijk om er één iemand uit te kiezen waarvan ik denk van, omdat iedereen gewoon op zijn manier het fantastisch heeft gedaan. De collega's hebben natuurlijk liedjes van K3 gezongen. Zitten daar rare versies bij? De K3 liedjes, moet ik zeggen, zijn in fenomenale jasjes gestoken. Ze waren natuurlijk al heel goed. Maar... ja, ik kan niet wachten totdat dat op televisie komt. Ik mag niks verklappen. Is er ook een nummer van K3 in het Engels gezongen, bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ik kan niet zeggen welke. Het heeft me bijzonder... een aantal nummers zelfs, denk ik. Er zijn heel veel talen voorbij gekomen, laat ik het zo zeggen. Wat heb jij in de aflevering van Natalia gezongen? In de aflevering van Natalia heb ik Glamorous gezongen. Ik vond dat een tof nummer al, zoals het was in het origineel... Ik hou van Glamorous, ik vond dat wel bij mij passen. En ik heb er een andere draai aan gegeven. Ik heb het iets mysterieuzer gemaakt, iets gevaarlijker misschien. Maar nog altijd wel, ja, poppy. Was deze deelname een emotionele rollercoaster? Ja, ik denk dat het voor ons allemaal een emotionele rollercoaster was. Omdat je je eigen muziek hoort voorbij komen. Elk nummer heeft zijn eigen herinneringen. Er wordt iets fantastisch moois meegedaan. Dat ontroert ook, omdat het heel fijn is om te zien dat iemand zo zijn best doet om er iets moois van te maken. En je voelt ook de spanning bij iedereen. En dat maakt wel dat het toch op je emoties gaat werken. Heb je gehuild? Heb je gehuild? Heeft ze gehuild? De hamvraag van het seizoen. Ja, heel hard. Met jouw eigen nummer of met een nummer van iemand anders? Met een nummer van K3, onder andere, ja. Wat ga je de komende weken op maandagavond doen? Ja, we gaan hopelijk alles samen kijken. En ik ga in ieder geval iedereen bij mij uitnodigen als het mijn aflevering is. Josje, ik moet het vragen. Zijn er nog muzikale plannen in de toekomst? Er zijn muzikale plannen in de toekomst, maar eerst ga ik eventjes hiervan genieten. Josje, in Liefde voor Muziek werd gezegd dat jij nu ook fans hebt die ouder zijn dan 10 jaar. Is dat ook zo nu? Moet ik toch wel even meegeven dat ik ook bij K3 een hele grote groep volwassen fans heb. Die eigenlijk bijna mijn leeftijd hebben en die ook gewoon ons overal volgen en zo. Dus ik denk dat er niet echt per se een leeftijd op gebonden zit. Maar natuurlijk denk ik dat met deze muziek wel een ander publiek zou kunnen worden aangesproken. En nou druk ik mij heel netjes uit.